Nou, we gaan die periode weer tegemoet waarin het wat natter wordt, gaat regenen. De baan wordt zachter, dus ga meer aandacht besteden aan je balcontact. Hè. Om dat balcontact goed te behouden is enorm belangrijk wanneer die fairways wat zachter gaan worden. Nou, begin met een goede setup. Het is belangrijk op het moment dat je adresseert dat je eerst die club goed op de grond zet en dan je stand inneemt. Dus niet je stand innemen en die club neerzetten, maar eerst die club neerzetten en dan je stand innemen. En dan als oefening voor de komende weken, ga maar eens werken met een halve opzwaai en een nog kortere doorzwaai. Dus in die doorzwaai willen we die armen en club horizontaal laten eindigen. Laag tempo, dus eerst die club, dan die stand. Laag zwaaitempo, half op, kort door. En sla desnoods op een meter of 60, 70 op deze manier ballen naar die green. Laat ze er wat meer oprollen. Ik sta nu te spelen met een ijzer 6 om heel bewust die laag rollende bal naar de green te spelen. Nog een keer. Half op. Dus eerst die club. Half op. En kort door. Zorg dat je op deze manier met dat lage zwaaitempo een goed balcontact blijft maken. En als je merkt dat dat balcontact nog niet constant goed is, ga gerust nog een aantal ballen door met die oefening. Nou, zodra je gaat merken dat het balcontact constant goed is, daar zit hem natuurlijk wel de clue, constant goed, dan ga je de zwaai wat verlengen, dezelfde halve opzwaai, maar wat meer doorzwaai, dus je creëert automatisch wat meer versnelling in die downswing. Eerst die club, dan die stand, half op. En wat meer door. Je krijgt een wat langere balvlucht. En ook nu zorg je ervoor, club en dan die stand, ook nu zorg er weer voor, balcontact goed, goede neerwaartse zwaai, want mijn bal ligt nog niet stil. Nu ligt hij stil. Daar gaan we weer. Club, voeten. En de kracht van deze oefening zit hem in het feit dat je een kortere zwaai gaat maken. Die kortere zwaai, daarin wordt natuurlijk alles bepaald richting de bal, door de bal en door de bal heen. Je traint daarin die cruciale raakzone. En op het moment dat je gaat merken dat in die raakzone die bal constant goed geraakt wordt, dan is stap 3 de volledige swing. En dan ga je ook volledig naar die opzwaai en volledig in die doorzwaai zitten. En zul je als het goed is gaan merken dat je die ballen constant er goed gaat raken. En nu heb ik de simulator ingesteld op een 130 meter, dus deze zal iets te ver gaan. Maar los daarvan, bouw het op deze manier op. Nog twee course management tips, praktische tips. Zorg voor het juiste schoeisel. Zorg dat je schoenen hebt met spikes. Die stabiliseren jou op de grond. Het is niet voor niks dat golfschoenen spikes hebben. En voor de veiligheid enorm belangrijk, want een golfbaan is natuurlijk niet vlak. En een ongeluk zit in een klein hoekje dat je uitglijdt. Dus zorg voor goed schoeisel. En een tweede tip, course management technisch gezien. Het is ook technisch. Club, bal. Maar alleen de focus, de gedachte al om de bal zuiver te willen raken, kan jou enorm helpen dat jouw brein aanstuurt tot een beweging naar die bal toe. Denk in termen van derde, vierde, vijfde groef. Heel mooi hier te zien. Je hebt die groeven en dan wil die bal in die derde, vierde groef raken. Die derde, vierde groef, ja, daar zit de sweet spot. Dus alleen het denken eraan kan jouw onderbewustzijn versterken, waardoor je die bal veel zuiverder gaat raken. Nou, zo te zien ben ik klaar voor de winter. Even kijken. Ja, erop. Ja, in het water. Ik ga toch nog even een tijdje oefenen. Bedankt voor het kijken.